Nederland is een belangrijke speler in agrofood, met ieder jaar weer opnieuw flinke groeicijfers. Potplanten vormen daar een belangrijk onderdeel van. Planten kunnen worden verminderd met een stek. Nu gebeurt dat nog merendeels met de hand, maar we hebben uitgezocht dat het ook volledig automatisch kan worden uitgevoerd. En het blijkt nu ook dat dat binnen 3 jaar kan worden terugverdiend. Het begint met een camera en een ronddraaiende plant. De camera neemt rondom foto's en daarvan maakt de computer een beeld in 3 dimensies. Die computer die stelt vervolgens vast waar de stekken aan de plant zitten en waar de robot moet gaan knippen. Een carousel draait de planten dan 1 voor 1 naar de robot die continu kan blijven knippen. En als dat gebeurd is, plant de robot de stekjes automatisch in een nieuwe pot. Het grote voordeel van ons systeem is de carousel. Dat maakt namelijk dat zowel de camera als de robot niet op elkaar hoeven staan te wachten, waardoor het lekker doorloopt. Een ander groot voordeel van ons systeem is dat de componenten die we bedacht hebben industriestandaard zijn, gewoon te koop zijn in de winkel en bovendien bedoeld voor gebruik in de kas. We hebben uitgezocht dat het mogelijk is om 1200 stekker per uur te produceren. Technisch is dat haalbaar gebleken voor potrozen en vetonia's, maar we denken dat het ook zeer zeker mogelijk is voor andere plantensoorten. De ondernemer die we zoeken heeft verstand van camera's en robotica. En uiteraard kan TNO je er ook mee helpen.